Wat hier op de vloer ligt, tart de verbeelding. Dit konden ook wij, die bij Veronhoven toch ook een volledige toonzaal hebben van echte natuursteen, dit konden wij zelf niet geloven. Hier konden we onze ogen niet geloven en moesten we gaan voelen. Dit is wel degelijk een vol keramische tegel. Dit is dus een ceramiekje. Dat is dus geen een echte natuursteen. Dit is niet meer te onderscheiden van het echte product van de natuursteen. De multicolor sleet, zoals hij in onze toonzaal te verkrijgen is als echte leisteen of kwartsiet, is dus vanaf vandaag, anno 2017, ook verbruikbaar als een vol keramische tegel, volledig in de massa gebakken. Ja, waarom zou je naar een vol keramische tegel gaan in plaats van natuursteen? Oh, er is eigenlijk voordelen en nadelen aan beide producten. Het is dus eigenlijk de klant die nu volop de keuze heeft. Deze tegel ziet eruit alsof er relief is. En dat is eigenlijk het belangrijkste, denk ik wel. Het ziet eruit alsof de tegel relief heeft. Maar er is geen echt relief. Het is een heel subtiel relief die aanwezig is. Dus er zullen ook nooit stukjes, plaatjes van een echte leisteen, die zullen nooit loskomen hier. Deze tegel is uiteraard een V5, wat wil zeggen een grote variatie. En hij past in het kader van vele hedendaagse woningen. Deze multicolor sleet als vol keramische tegel wordt uiteraard ook gebruikt op de terrassen en kan zich enorm goed integreren. Integreert zich eigenlijk enorm goed in je tuin en dus met je terras mee, want er zitten de tinten van de aarde in. Deze multicolor sleet doet gewoon denken aan de Grand Canyon. Als je dit in je woning legt, dan ben je elke dag bergbeklimmer. Dan ben je een arend die over de Grand Canyon vliegt. Het is ook heel gemakkelijk te combineren. Want dat denk ik dat de Vlaming misschien er nog een beetje zal moeten aan wennen. Maar het is heel gemakkelijk te combineren met heel, heel veel verschillende soorten van interieurs. Ik denk alleen maar aan een neocoloniale stijl met donkere meubelen. Is er prachtig bij. Maar eigenlijk ook de Scandinavische meubelen. Als je je muren heel licht houdt, zullen hier heel, heel mooi op zijn. Het is een pracht van een vloer waar wij, voor de early adapters onder ons, heel veel in geloven. Dus kom er zeker naar kijken binnenkort in de toonzaal en breng je project mee, zodanig dat we jullie kunnen adviseren en samen met jou kijken welke versie het best is voor jullie. De meest intense kleur of dan eigenlijk de afgezwaktere kleuren, een beetje gedemptere kleuren, waar meer, ja, daar zitten een beetje de kleuren van olijfjes, die is hier in Italië, lekkere olijfjes, de kleur van olijfjes in, ook een grijze tint, en we hebben hem ook voor u geselecteerd met enkel de grijze variatie. Maar het authentieke product, dat is waar jullie op dit moment naar kijken.